Het is wat hij eigenlijk altijd wilde. Een grote carrière met het Nederlands elftal. Een mooie lucratieve transfer maken om de financiële toekomst van zijn gezin veilig te stellen. Maar het ging in één klap was het weg. Op 14 juli zou hij 75 jaar zijn geworden. Maar ADO-icoon Aad Mansveld werd niet ouder dan 47 en overleed in 1991. Ter ere van de cultheld schreef Ruud Doevendans het boek Ruwe Bolsta. Aad Mansveld was voor mij altijd, in de jaren 60, daar was ik iets te vroeg, maar in de jaren 70 in ieder geval, de meest iconische figuur van ADO Den Haag. De speler die het meest opviel, die kwalitatief er ook vaak bovenuit stak. En naar mijn mening verdiende deze man, die verdiende wat mij betreft een biografie. Voor het schrijven van de biografie sprak de auteur met familieleden en bekenden van de voetballer en ging hij langs op belangrijke plekken uit zijn leven. Zo ook in de wijk Laakkwartier, waar Aad opgroeide. We staan hier voor het huis waar hij heeft gewoond vanaf ongeveer zijn vijfde jaar. Een buurt in een volkswijk die hem ook gevormd heeft tot de mens die hij uiteindelijk geworden is. Waar je eigen boontjes leerde doppen, waar je niets voor niets kreeg. En dan is deze plek voor Aad Mansveld en zijn ontwikkeling is natuurlijk iets waar je niet aan voorbij komt. Aad speelde jarenlang samen met Lex Schoenmaker, die zich nog goed herinnert hoe hij was. Ja, was op zich best als hij mocht. En dat begon dan toen ik als jeugdspeler erbij kwam. Als hij mocht, dan hielp hij je met heel veel dingen als het mogelijk was. En daarna was hij moeilijk voor spelers die wat minder mocht. De titel Ruwe Bolsta verwijst naar een spreekwoord dat goed de persoonlijkheid van het ADO-icoon beschrijft. Ruwe Bolsta zegt het verhaal ook een klein beetje. Dat is een onderdeel van een spreekwoord. Daar hoort Blanke Pit bij. En die Ruwe Bolsta was de buitenkant. Een stoere vent, borst vooruit, Haagse bluf. Maar aan de binnenkant bleek Aad Mansveld vaak een twijfelaar te zijn. Iemand die veel minder overtuigd was van zichzelf dan dat hij dacht. Dan dat de buitenwereld wel van hem dacht. Maar dan de dreun. De klap die alles anders maakt. Die alles in het honderd doet lopen. Om 6:50 in de avond slaat het noodlot toe. Tijdens de training komt Aad na het koppen van een hoge bal verkeerd neer. Krimpend van de pijn stort hij op de grond. Spelers snellen toe en zien meteen een voet die niet goed staat. Speersnel wordt hij afgevoerd naar het Leijenburg ziekenhuis. Daar hebben de doktoren niet lang nodig om het bange voorgevoel te bevestigen. De diagnose: 1 geheel afgescheurde enkelband in de linkervoet, de andere band sterk ingescheurd. Remedie: een operatie en 8 weken gips. Gevolg, einde seizoen en geen WK. Geen WK, geen WK. Dit moment is echt een kantelpunt in het leven van Aad Mansveld. Dit is wat hij eigenlijk altijd wilde. Een grote carrière met het Nederlands elftal. Een mooie lucratieve transfer maken om de financiële toekomst van zijn gezin veilig te stellen. Maar het ging in één klap was het weg. Het is bijzonder dat hij uiteindelijk toch nog in staat is geweest, ondanks deze narigheid, om die carrière toch nog tot zijn 38e te rekken. Het boek ligt op 14 juli, de geboortedag van Aad, in de winkels.